Ik zweer het, ik stond eventjes rustig te kijken. Sodomiet er nou eens op, man. Hoe ga ik dit doen? What do you mean? Ik stond hier gewoon te chillen. En al pakken. Damn, dat is lang geleden. Welkom terug bij weer een gloednieuwe Savage Lands episode, vond ik snel. En jongens, het heeft even geduurd voordat ik dit weer ging opnemen. Want zoals jullie in de eerste episode konden zien, ging het niet echt heel erg goed. Oh my god. Oh my god, er staat een skelet hier. Gaat hij ook aanvallen? Die gaat ook aanvallen. Maar in de tijd dat ik dus niks geüpload heb van deze game, heb ik geoefend. Ik heb zelf gewoon een beetje gespeeld. En ik snap het nu eigenlijk best wel goed. Dus jongens, ik zal jullie anders laten zien wat ik nu heb. Ten eerste, zie je al veel meer waarschijnlijk dan in de eerste episode. Toen was ik half dood. Of volgens mij was ik gewoon echt dood. Aan het einde van de episode. Maar nu heb ik veel meer. Laten we beginnen. Ik heb een zwaard in mijn hand. Dus ik zal even over mijn inventory gaan. Ik heb alleen nog maar boots, maar ik kon niet meer vinden. Anyway, ik heb dus een zwaard, een stone sword. Deze kan ik repareren, maar ik weet nu ook hoe het hele crafting systeem werkt en zo. Het is echt vet leuk. Het is serieus vet leuk. Maar in ieder geval, laten we even naar mijn kampje gaan. Want hier heb ik een kampje opgezet en een kampje is echt essentieel. Sowieso, want als je even rechts onderin kijkt, dan zie jij mijn hartje. En dan heb je rechts van het hartje heb je een balkje met zo'n sneeuwvlokje. En dat betekent hoe koud je het hebt. En nu heb ik het redelijk koud, maar als ik bij het vuurtje ga staan... There we go. Zie, dan wordt dat balkje steeds minder. En dan kan ik meer levens krijgen. Dus dat is super gunstig. Zoals je ziet, er staan items bij die dit kampvuur nodig heeft. Er staat één flint. Dat is het linker dingetje. En rechts staan wooden logs. Eén van de drie. Oftewel, hij heeft nog één stuk hout waar die, dat hij kan opbranden. En daarna moet ik er weer wat nieuw op gooien. En volgens mij, ik heb er nog een paar. Dus dan doe ik even E. Hoppakee. Dan zit hij weer vol met hout. En dan kan hij weer even lekker doorbranden. Oh, en hier lig ik trouwens. Dit is mijn, mijn body. Want ik was hier laatst dood gegaan. Dat was echt grappig. Echt jammer dat ik dat niet opgenomen heb. Want ik zat hier bovenop en er stonden hier wolven beneden. Volgens mij zag ik die net serieus nog lopen hier ergens. Maar ik heb nu een zwaard. Dat had ik toen niet. En toen ging ik dood. Maar chillen aan doodgaan is, of nou ja, chill. Je verliest niet je spullen, want die kan je gewoon weer pakken als je je body vindt. En dat was natuurlijk niet heel moeilijk, aangezien ik gewoon hier lag. Dus ik denk dat ik hier nu gewoon ook altijd blijf liggen. I don't know. Anyway, dit is een, of dit wordt een volgens mij crafting bench. Als wij op J klikken, dan krijgen wij dit allemaal. En volgens mij stond die hier. Een crafting table. En daarvoor heb ik nodig 4 wooden planks. En voor wooden planks, weet ik even niet helemaal uit mijn hoofd. Maar daar hebben wij heel veel wooden logs voor nodig. Maar dat komt later wel. Dat gaan we niet in deze episode doen. Want ik had dus gisteren, toen ik dit aan het spelen was in mijn eentje, had ik een zwaard gemaakt. En toen wilde ik gelijk al daarheen gaan. Want ik dacht van, yo, ik ga fucking skeletten slachten. Maar toen dacht ik, hey, dat kan ik beter bewaren voor een episode. Dat is wat we vandaag gaan doen. Want daar is een eilandje, daar zo. En daar zitten ook allemaal soort afgebroken huisjes. En daar zitten heel veel skeletten. Maar ik kon daar niet komen. Of nou ja, ik kon er wel komen. Maar ik werd daar echt afgeslacht door die skeletten. Want ik had alleen maar dit hakbeltje. Die nu trouwens kapot is. En daar moet ik flint voor hebben als ik dat weer wil maken. Maar ik heb geen flint. Zoals je zag, dat waren van die steentjes. Die kun je gewoon vinden op de grond. Vooral bij het strand. Dus moet even goed kijken. Maar die heb ik nu ook niet echt nodig. Als je wil hout hakken, heb je wel zo'n ding nodig. En ik heb ook een boog. Alleen ik heb ook nog geen pijlen. Want daar heb je ook flint voor nodig. En flint is serieus moeilijk om te vinden, man. En ik sta vast in een gat. Are you serious? Dude, ik kom hier niet uit. What the hell? Yo, even serieus. What the fuck? Ik zit vast in het water. Wat gebeurt hier? Ik ga ook nog dood. Nee, jongens. Kijk rechts onderin. Mijn balkje. Ik ga dood. Binnen 3, 2, 1. Are you fucking kidding me? Nou goed, weten jullie ook meteen hoe dit werkt. Je respawnt dus en dan heb je daar zo'n doodshoofdje. Daar ligt nu mijn lijk. Hopelijk kan ik er wel bij. Want volgens mij was echt zo'n klein bugged out plekje. Maar als het goed is, kan ik weer gewoon mijn spulletjes pakken. Hopelijk. Oh my god, please. Kan ik erbij? Yes. Holy shit, ik dacht heel even dat ik er niet bij kon. Maar zo pak je dus gewoon even al je spulletjes terug. Gewoon door erop te klikken. En ik zag, even kijken, links ook nog mijn zwaard liggen. Dus die moet ik ook oppakken. Pak het op. There we go. Hier ergens. Stone sword. Yes, we hebben hem. Niks aan de hand. We gaan gewoon doorlopen naar het eiland. What the fuck. Of eiland. Ik bedoel eigenlijk gewoon dit stukje hier. Hier staan al 2 torentjes. En ik weet niet zeker of er nu skeletten zijn. Oh. Maar ik heb geen eten nodig. Heb ik eten trouwens? Want we kunnen nu ook eten koken. Maar ik heb totaal geen honger. Dat kun je rechts onderin zien. Dus dat gaan we nog niet doen. Maar in de nacht. Trouwens jongens. Dat is net zoals in Minecraft of zo. Als jij in de nacht hier, echt hier gaat rondlopen, dat is fucked up. Dat moet je niet doen. Echt, er zijn dan zoveel fucking skeletten overal. De draak zit daar bovenop. Ik heb geen idee of hij me ooit aan gaat vallen of zo. I don't care.
Oh nee, die gaan me aanvallen. Daar heb ik ook al zoveel ruzie mee gehad met dit beest. Oké, weet je wat? Bring it on, bitch. Come on. Ja, kom maar. Gaat hij iets doen? Wow, wow, gek. Wow. Holy shit. Daar stond ik echt totaal niet, maar goed. Come on. Oh yeah. Oh my god, dit zwaard doet damage, gek. Holy shit. Dat ging zo snel, ik zweer. Want ik wilde gisteren, probeerde ik met deze, die broken flint hatchet. Of toen was ik nog niet gebroken natuurlijk. Probeerde ik dit, wat is het, deze boar neer te halen. En moest ik hem echt 10 keer slaan. Maar dit ging echt heel snel. En sinew heb ik nodig. Dat weet ik. Ik heb touw nodig. Ik weet niet meer precies wat voor. Volgens mij ook voor pijlen. Weet ik niet zeker. Maar had ik wel nodig. Daar staat er een. Ik zie hem. Ja. Alright, alright. Dat is er eentje. Even kijken of er nog meer zijn. Want als ik word aangevallen, wil ik het liefst gewoon 1 per keer doen. Want dat is het makkelijkst. Oké, volgens mij is er maar eentje. Oh, oh, kijk. Ja, dit heb je inderdaad ook. Hier staan dus van die afgebroken dingetjes, gebouwen. En die kun je ook gewoon repairen. En dan heb je dus allemaal dit soort ingrediënten nodig. Maar dan kun je hier dus dit opbouwen. En dan komt een dikke toren en zo. En je kan ook, moet je kijken jongens, dit is super sick. Als je helemaal naar rechts gaat, like hier, kun je ook gewoon een dikke town hall maken. En een keep en een stone bunker. Gathering hall. Je kan hier echt een dikke dorp mee maken. En dat is zo sick. Maar je kan het ook multiplayer doen. En dat wil ik eigenlijk ook nog proberen. Dus jongens, hey, als één van jullie uit de reacties deze game heeft, yo, hit me up. Misschien kunnen we wel samen gewoon even dit spelen. Samen opnames doen. Als jij Savage Lands hebt. Hit me up, jongens. Ik wil heel graag met één van jullie dit wel doen. Dan gaat het ook veel sneller. Maar goed, ik zie dus nog steeds 1 skelet staan. En daar staat ook weer een fucking zwijn. 2 zwijnen. Are you fucking kidding me? Oké, weet je, doe eerst die zwijnen wel gewoon. Alright, bring it on, bitch. Doe maar weer je ding. Dat is totaal mis. Nope. Nope. Ik weet niet wat deze dude probeert. Maar there we go. Oh, shit. Oh, shit. Oké, het skelet gaat zich dat is niet zomaar een skelet. Oh my god, is dit een baas of zo? Dude. Oh my god. Kan ik dit wel? Ik doe heel weinig damage. Dit gaat niet goed aflopen. Oh my god, oh my god, oh my god. Ik hoor dat er iets achter me aan zit. Volgens mij zit dat zwijn achter me aan. Holy shit. Come on, stamina. Sodomiet erop. Kan hij het water op? Shit, hij kan het water op. Uh-oh, ik wil niet weer doodgaan trouwens. Holy shit, mijn beeld is echt totaal rood nu. Hoe ga ik dit doen? What do you mean? Ik stond hier gewoon te chillen. Oh my god. Ik ben gisteren echt 1 keer doodgegaan of zo. En nu al 2 keer in wat is het, 10 minuten? God damn it. Dit is echt dramatisch, want ik wilde jullie gewoon laten zien hoe ver ik was en hoeveel ik had geleerd van dit spel. Maar ik ga alleen maar dood en ik heb nog niks gedaan eigenlijk. En het regent en ik zit vast in het water weer. Wat? Jongens, het spijt me. Oh, dit is zo koud. Oké, ik moet snel zijn. There we go, pak alles voordat ik doodvries. A few moments later. Please, die hierin en dan oppakken. Are you serious? Nou, daar lig ik weer hoor. God fucking damn it. Dit is echt heel erg. A few moments later. Oh my god, gek. What the fuck? Ik stond rustig in mijn kampvuurtje te kijken. Wat ik wilde craften. En ik Ik zweer het. Ik stond eventjes rustig te kijken. Sodomiet er nou eens op, man. Ik zweer het. Oh my god. Give me a fucking break, dude. Ik stond even te kijken, want ik zag van... Wow, ik kan allemaal andere dingen maken. Wapens. En ineens, fucking Rambo uit het niets. Sodomiet erop, ik ga hierop klimmen. En de draak zit daar nog steeds. En die fucking, daar nog één. Ben je klaar? Hij is niet klaar, hè? Oh my god. Kijk, wat we eigenlijk nodig hebben zijn dit. Gewoon fucking muren die we kunnen maken. Die ik dan om mijn Liento kan zetten. Dat is dat ding. En hopelijk komen die wolven dan niet zo snel bij mij. En ik zag ook dat we fucking traps kunnen maken. Volgens mij stond dat hier ergens. Look at this. Spike spring trap. Spike board trap. En we kunnen ook een dragon forge. I don't know wat het allemaal is. Super sick. Maar ik ga eventjes loeren of de man al weg is. Het lijkt er wel op. Ik moet even snel mijn dingen looten, man. Please. Holy shit. Hoppakeetje. We hebben het weer. Oké, jongens. We gaan het toch proberen. Gewoon als einde van deze episode. Ik wil 1 fucking wolf gewoon killen. Want ik word gek van die beesten. Dus let's go. Ik ga het proberen. Wel natuurlijk mijn fucking zwaard vasthouden. There we go. Bring it on, bitch. 1v1. Oké, ontwijken. There we go. Hit him. Come on. Yes. Oké, ik doe goede damage. Dit gaat lekker. Yo, dit wordt hem. Come on, nog 1 keer. Yes. Oh my god. Yes. Yo. Wat heeft hij? Animal bone. Dat had ik ergens voor nodig, maar ik weet niet meer wat. Maar ik ben er blij mee. Wolfpelt en raw wolf meat. Kijk, en dan lopen we naar ons kampvuurtje toe. Dan drukken wij op K. En dan gaan we naar het etenstapje. Cooked boar meat, cooked wolf meat. Nou, ik ga gewoon lekker die wolf opeten. There we go. Hebben we lekker cooked wolf meat. Even kijken of ik honger heb. Een beetje. En ik ga hem gewoon opeten, want fuck die fucking wolven.
En jongens, dit is dan het einde van de episode. Ik hoop dat jullie hem, ondanks dat ik echt totaal niks heb gedaan, dat ik heel vaak dood ben gegaan, dat jullie hem toch nog leuk vonden. Dus jongens, zo ja, druk op dat blauw duimpje omhoog. En dan zeggen we, bij de 250 likes komt er weer een nieuwe level van Savage Lands online. En als jij deze game ook hebt, zet dan even in de reacties neer in je Steam naam. Want ik wil echt dit met mensen gaan doen, want dan kun je echt een dik dorpje oprichten en met andere mensen vechten misschien. Wordt super vet. Jongens, ik wil jullie nogmaals bedanken voor het kijken naar deze episode. En het enige wat ik nog ga zeggen is, later!